Denzel! Ja? Kom dan! Ja, kom! Hey! Ja? Gooi die bal! Ja. Hey, klopt precies, man. People. Mooi. Wacht, de telefoon, we kunnen wel gaan. Stel, het gaat fout, wat dan? Gaat niet fout. Doe dat geld dan maar in die tas. Ja? Half uur. We zijn onderweg, man. Wat? Wat is er? Hou je mond eens, ik ben aan de telefoon. Zeg dat dit een grap is. Ik bel je terug. Wat is er aan de hand? Jozef is opgepakt met de vluchtauto. En nu? Je had toch een neef die in de auto zat? Ali. Ja, kan die niet? Ja, dan moeten we niet gaan, hè? Kom dan, schiet dan. Kom je mee naar de politie? Ben je gek in je ogen geworden? Nee, man. Jawel, kom, we gaan iets ermee kopen. Nee, man. Jawel, man. Kom, we gaan weg, man. Daar zoeken! Hey, man. Fuck! Terugrijden! Stop eens met schreeuwen, man! Ja, wat moet ik dan? We vinden het wel. Ons dorp is klein. Maak niet druk. Reken maar, hè. Als het niet gevonden wordt, dan gaat jouw hoofd eraf. Ik neem maar één keer mee naar een deal! Fuck! Jij had die tas in je handen. Verdomme.
Had je toch wel kunnen zeggen van, hé, let erop. Dat was heel frappant, hè? Normaal gesproken ga ik altijd alleen en dan gaat niks fout. Ik neem jou een keer mee en dan verdwijnt zo 4 ton. 4 ton. Ja? Waar? Ik weet het niet. Wat weet jij wel? Wat was er met je hoofd? Waar ik met mijn hoofd was, wat was jij met je hoofd? Hier. Hier zijn we begonnen. Kopen? Wat wil je mee kopen? Snoep. Kom eens in hier achter. Dan moeten we naar de gevangenis. Ben je bang of zo? Wil je snoep? Nee. Elke keer wil je snoep en nu opeens niet. Kom jongen. Oké. Okay. Buurjongens. Ik bel eens van mijn buurjongetjes. Kom, we gaan. Ik ben alvast hier. Zie je, nu wil je wel dingen nemen en net niet, hè? Ja, ja man. Vind jij het lekker? Tuurlijk. Lekker eten. Kunnen we lekker bewaren? Kunnen we lekker bewaren voor een maand lang? Ja. Hey man, het is gelukt man, Ja, we hebben snoep gekocht man. Hey man, we kunnen wel veel meer dingen kopen, moet je wel weten. Ja, gaan we dus nog iets kopen. Hey man, kijk hier snoep. Dit is van mij, van jou. Hier. Ja man, lekker snoep eten. Hey man, Nessa, we kunnen wel alles kopen. Maar wat kopen? Schoenen, kleren, alles wat we willen. Waar komen mensen niet achter? Tuurlijk niet, als jij niks zegt. Nee. Ja, dan lukt het wel. We kunnen schoenen kopen. Ja, maar waar? Bij de sneakers. Oké, kom. Welke schoen vind jij mooi? Ik vind deze man. Wat vind jij? Maar ik denk dat ik deze wel ga nemen. Hey jongens, kan ik er even mee helpen? Ja, we willen schoenen kopen. Ah, dat kan. Welke vinden jullie mooi?
Deze. Wil je hem eens even passen? Ja. Welke maat heb je nodig? Ik heb maar 39. Dan ga ik die even voor je pakken. Dankjewel. En jij? Ik heb maar 40 nodig. Maat 40 nodig? Dan ga ik die ook even voor je zoeken. Kijk eens, meneer. Maat 39. En maat 40 voor u. Ik hoop dat ze lekker zitten. Ik ga even kijken in de spiegel, ja? Wauw, ze zien er perfect uit. Ja man. En deze hand. Van de achterkant ziet ze er ook vet uit. Ik moet daar deze gewoon nemen. Zit het allebei hartstikke goed? Ja, ik neem ze. Allebei tevreden? Ja. Nou, dan gaan we deze doen, toch? Willen ze met aanhouden of moeten ze in de doos doen? Aanhouden. Aanhouden? Ja, dus het is zo vet dat ik ze wil aanhouden. Dan doen we die oude schoenen allemaal in de doos? Ja, is goed. Nou, dan doen we dat toch? Ja. Dan doen we deze in de doos. Ja, is goed. Oh, afrekenen. Moeten we ze apart afrekenen of mogen ze bij elkaar? Ze mogen gewoon bij elkaar. Ze mogen gewoon bij elkaar. Wat is het samen? €175, man. Oké. Ja. Is het genoeg? Ja, dat is wel erg veel. Heb je niet toevallig wat kleiner? Daar kan ik niet geld terug van geven. Oh, dan kunnen we kijken wel. Oh ja, hier heb ik. Is het genoeg dan? Ja, dat is wel genoeg. Ik krijg zelf nog wat terug. Oké. Jullie hebben wel veel geld op zak, jongens. Ja, we hebben een rijke vader. Ja, dat is altijd wel makkelijk, hè? Je wist al geld. Dank u wel. En je bon? Ja, dank u wel. Twee mooie tassen erbij, jongens. Ja, dank u wel. Verder gaan we nog verder. Ja, we zitten met zoveel geld op zak, hè? Ja. Doei. Doei. Fresh naar school gaan. Ja, man. Hé, maar kunnen we niet nog meer spullen kopen? Maar Emma, wat wil je kopen dan? Kleren om smoot naar school te gaan. Mm. We kunnen toch kleren bij de Chaparral kopen? Uh-huh. Ja? Ja. Oké, kom dan. We hebben ook nog schoenen kopen, dus we kunnen nog een contractje. Ik wil wel eentje van Neymar, man. Jij? Ja. Ik wil een emmertje. Ja, ik ook. Maak één van deze. Oké. Okay. Ja. Jo, ook? Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Een fijne dag verder. Fijne dag. Doei doei. Doei. Hé, hey, maar het is wel lekker zo met geld, hè? Lekker rijk, we kunnen lekker veel spullen kopen. Hé, maar ik ben moe, man. Jij? Ja. Hou die spullen thuis zetten. Ja. Hou die spelen? Ja. Maar dan moeten we wel naar de Eredivisie gaan, hè? Ja. Ah, kom, gaan. Deze wou ik. Ja, man. Hey, maar welke wil jij? Deze. Hey, maar gaan we die Call of Duty geven? Nee. Maar die is wel 18 jaar en ouder. Nou, maar kom. Doe dat zo benen, man. Kom. Oké. Okay. Probeer het niet. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag jongens. Kan ik jullie helpen? Ja. Deze wordt het voor jullie? Ja. Welke wil je?
blauw. Vrouw, mogen we deze missie nog erbij? Die nog erbij? Ja, die kan er wel bij. Want dat is een spel voor 18 jaar en ouder. Dus die mag ik niet aan jullie verkopen. Oh, oké. Dan niet? Laat die hier. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Thanks jongens. Alsjeblieft. Tot ziens ermee. Veilig verder. Doei. Tot ziens. Zie, ik heb je toch gezegd. Maar laten we even naar huis gaan dan. Dan kunnen we die spullen thuis hebben. En dan kunnen we nog even uitrusten. Desnoods kunnen we misschien nog terugkomen. Ja, oké. Okay. Want we zijn rijk. Eén maar één. Kom, trek er die schoenen uit. Want als mijn moeder en mijn ouders kunnen erachter komen. Dus we komen verstoppen in mijn kamer. Kijk maar. Eén maar gewoon gaan spelen. Ja. Kom maar. Wat wil ik gaan spelen, FIFA? Ja, FIFA. Welk team ben je? Ik ben Barca. Oké, ik ben dan Chelsea. Welkom in Londen op Stem voor het Brits. Dit is Messi. Hé, hey, serieus, jij bent echt zuur. Ja, heb je nog een keer gespeeld? Ja. Hoe vaak? Schiet! Goedemorgen! Gescoord met Messi. Chelsea heeft en de kans. Buitenspel. Voor de buitenspelvalling. Ik heb bijna gespeeld met Hallo jongens. Hey. Hallo. Hi. Jens, hoe gaat het? Hoe is het met je moeder? Goed? Oh, mooi. Is dit een nieuw spel? Ja. Is dat van jou, Denzel? Hier in het Londense Stem voor Brits zitten de supporters nog ouder. Er zit maar een hondertje in. Ja, het is geweldig. Er zit ook veel gevonden. Met pleintje. Strijden om de bal. Mikel. Jullie hebben een zak met geld gevonden en... Wat hebben jullie met dat geld gedaan? Speeltjes, dat gaat open. We hebben je toch geleerd dat als je iets vindt dat je het of naar ons brengt... of naar de politie brengt, want het is niet van jou. Ook al heb je het gevonden. Hij is een super vedette in verdedigend opzicht. Eigenlijk heb ik het gestolen van iemand die dat nodig heeft. Die het misschien gewoon kwijtgeraakt is. Dus als jij wat kwijtraakt, vind ik het ook fijn als iemand dat terugbrengt. Ja. Maar wacht eens even, 100 euro vind ik wel veel hoor. En hou eens op met spelen. Zat er een portemonnee in? Weet je van wie die tas is? Nee. En waar is je zak nu? In de buurt bij school. Hoe moeten we nou hiermee? Ik vind het wel een heel raar verhaal. Ik wil die zak wel zien. Dus gaan jullie die zak maar zoeken. Wat heb je gedaan? Wat heb je tegen mijn ouders gezegd? Ze zagen die snoep en spelletjes op tafel. Nou en? Ik had nog iets anders verzinnen. Bijvoorbeeld, ik heb het van mijn vrienden geleend. Maar nog spang. We moeten het geld verstoppen. Maar iemand gaat erachter komen. Mijn ouders of iemand anders. Waar wil je het geld verstoppen? In het bos.
In welk bos? Bij Sembo, zo de park waar daar. Oh. Ja, kom, we gaan snel. Maar wij komen hier met school als we een marathon deden daarachter. Hé, hey, waar waren we voor je dit was gestoken? We moeten nog een plek zoeken. Bij een boom of zo. Dat moet wel goed zijn. Hé. Hey. Ja? Maar kunnen we het niet hier verstoppen? Nou, maar ik vertrouw deze plek niet. Er lopen hier veel mensen. En het is wel een goede verstopplek, maar we kunnen het net zo goed beter zoeken. En als we geen andere verstopplek vinden, dan kunnen we het hier ergens hier verstoppen, ja? Ja. Oké, kom. Hey, Lessel, wat vind je van die boom daar? Ja, goed. Oké, kom maar. Waar wil je het gauw verstoppen? Zie dat ik bezig ben! Ach, kijk hier! Hé, hey, maar hoeveel denk je dat er in de tas zit? Ja, hè? Laten we kijken. Hoeveel denk je dat het is? Misschien 100.000? No, nog veel meer denk ik. En we laten het goud in de tas weer zetten. Oké. Kom op. Wat? Kijk eens die horloge. Tanto hard. Volgens mij is het wel van echt goud. Ja man. Dit is wel... duur. Ja, maar hij is van mij, hè? Toe gaan we. Ja, wat is er? Hé, hey, hoe weten we de weg precies terug? Ik ken dit bos. We komen rechtdoor. We komen bij deze boom. We hebben een rechter en een linkerkant. En wij gaan de linkerkant. Ja? Ja. Oké, kom. En? Dat hebben we niet gevonden. Heb je overal gekeken? Ja, overal. Jij ook, Denzel? Ja. We hebben niets gevonden. Niks. Oké, we hebben besloten om de spullen die wij hier hebben gevonden en met jullie samen naar de politie te gaan. De spullen hier zo bij elkaar gezet. Dus we mogen niet meer spelen? Nee, en we vinden toch dat we jullie een les moeten leren. En dat jullie moeten leren dat dit niet zo kan. Dan gaan we naar de politie, we gaan vragen of ze uit willen leggen waarom het zo verkeerd is. En jullie gaan je verhaal doen. En dan hopen we dat jullie een les hebben geleerd hieruit. Want de eerlijkheid duurt toch het langst. Natuurlijk weten wat de politie hiermee aan wil verder. Want wij willen geen problemen hebben. Mogen we allemaal naar buiten spelen? Ja, maar blijf wel in de buurt. Ja, is goed. Doei. Doei. Wat een dag, hè? Eerst vinden we goud op straat. Daarna zijn we dingen mee gaan kopen. En daarna werden we bijna betrapt door jouw ouders. Ja. Hey, maar ik hoop wel dat het goud goed hebben verstopt, man. Ik hoop het echt. Hey, maar heb je honger? Ja. Laten we dan even naar de veerboot gaan. Oké. Hey, kom maar. Hé,
Hey Denzel, hey, laten we niet naar Veerbo gaan. Kom, gaan naar die deur, dat is Randa. Ja? Oké. Okay. Goedemiddag. Hallo, jongens. Ja. Waarmee kan ik jullie helpen? Mogen we eten? Natuurlijk, dat kan. Vader, moeder? Nee, die zijn er niet. Die zijn er niet? Nee, die zijn er niet. Oké. Heb ik wel genoeg geld bij dan? Ja. Is het genoeg? Is dat allemaal van jullie? Ja. We hebben een rijke vader. Ja, dat zie ik. Nou, kom maar mee dan. Deze was voor jou. Nou, brood. Alsjeblieft. Nou, volgens mij kunnen hier wel even. Ja. Oké, eet smakelijk. Dank u wel. Dit kan echt niet. Ja? Het is hier geen speeltuin. Als jullie willen bellen blazen, dan ga je naar buiten. Maar dat doe je niet in een restaurant. Oké, kom. Oké? Ja. Willen jullie naar buiten? We hebben toch geen honger meer. Oh nee? Ja. Geen honger meer? Nee. Willen jullie dan een rekening gaan betalen? Ja, goed. Oké, nou loop maar mee dan. Kom nou zeg. Dankjewel. Achter van voetballers op pleintjes tot aan dealers op de straten. Ja, terwijl we onze best doen, blijven veel te goed ons haten. En dat raakt me, veel weten het, maar durven niet te praten. Ik sta op voor de wijk, ik sta op voor de buurt. Laat het hele land weten dat ik niet ben weg te slaan. Ze moeten hier in de buurt zijn. Kan niet. Maar hey,
Of die ziet eruit dan? Twee bruine jongetjes. Oké. Klein. Kan niet mis. Ja, helemaal vol. Ja, man. We leven wel met veel geld, hè? Ja. Hé, hey, maar wat vond je van het eten? Lekker, jij? Ja, man. Hé, hey, maar kom naar die horlogewinkel. Ja? Ja, ik kom. Kom. Ja, kom. Nee, 1, 2, 3. Ik heb die van 8000. Eh? Ik heb die van 10.000. Let precies op die van mij, man. Ja. Besef hoeveel geld het is, besef. Ja. Kill, we zijn rijk. Ja. Schatrijk. Ja. Wat kan je niet eens van mij kopen? Kijk, deze mensen, ze gaan geen dure los aan ons willen geven. We zijn nog daar veel te klein voor. Dus daarom koop ik een andere keer deze horloge voor je. Ja? Ja. Goed kijken. Oké, ik wil het gewoon terug. We weten nu wie het hebben, waarschijnlijk. Wil terug, ja? Jij ook? Ja, zeker. Ik ook. Hé, hey, waarom stop je? Waarom ik stop? Ja. Dat zijn ze! Dat meen je niet? Ja! Dat zijn die buurjongetjes. Is deze? Ja. Ja, ik hoor gaan. Ja, dat zijn ze toch? Ja. Hé, hey, jongens. Kom eens. Hé, hey jongens, wat zijn jullie aan het doen? We zouden net weggaan. Of zijn jullie misschien aan het winkelen? Nee. Dat is toch gek? Wij zagen jullie net toch echt daar winkelen? Ja. Hoe komen jullie aan het geld dan? Zak geld. Of hebben jullie misschien een zak met geld gevonden? Nee. Nee? En dat dure horloge dan? Dat horloge zat in onze zak met geld. Dus doe maar even af, geef hem maar aan hem. Kom maar even met ons mee. We weten dat jullie het geld hebben, want in die tas zat ook het horloge. Zijn jullie van de politie? Ja, dat zijn wij. Dus. Als jullie gewoon lekker vertellen waar het is, dan zorgen wij ervoor dat jullie niet in de problemen komen. We hebben het verstopt. Waar? In het bos. Oké, kunnen jullie ons er naartoe brengen? Ja. Oké. Open. Waar heb je het geld? Hey! Toppers! Neem jullie ons in de maling of zo? Nee, we zijn er bijna. Als jullie ons in de maling nemen, jullie koppen gaan eraf! Maar als jullie ons kop eraf willen halen, dan krijgen jullie je geld niet. Hey, rustig. Loop door. Ik hoop dat we echt er bijna zijn voor jullie. Ja, we zijn er bijna. Waar ligt het dan? Nou! Die kant op. Spelen met ons! We zijn er. Waar? Daar. Waar daar? Daar achter die boom. Ik pak het wel. Nee! Ik pak het, ja? Het is al een keer weg geweest, jij let op hun. Oké. Ah! Laat me los! Ah! Hey! Laat me kom! Ja, ga er achteraan dan! Dat kan ik niet! Nee, omdat je daar ligt! Kom! Schiet op, jongen!
Waar zijn ze? Ik weet niet, man. Daar! Daar! Pak ze! Fuck! Shit, man. Ze zijn te snel. Jij gaat die kant op, ik ga die kant op. We sluiten ze in. Is goed. Kom! Nou, man, doe je nou? Gaat het? Nee, het gaat niet. Luister. Wat? Jij gaat die kant op, ik ga die kant op. We pakken ze. En? Nee, maar ik heb ze niet gezien. Kom, gaan die kant op. Rustig. Ja, we nemen ze niet meer naar het bureau. Ja, kom hier maar mee. Kom maar. Kijk eens, heren. Alsjeblieft. Nou, jongens, vertel eens. Wat is er gebeurd? Er waren twee mannen die ons waren vermoorden. Vermoorden? Waarom? Omdat we een tas met goud op straat hadden gevonden. Die van hen was. Oh, wat hebben jullie ermee gedaan? We gingen dingen mee kopen, spulletjes. Wat hebben jullie met de tas met geld gedaan? Verstopt. Waar? In het bos. Ja. Hoeveel geld zat erin? Heel veel. Zouden jullie dan willen beloven dat de volgende keer als jullie iets vinden, dat jullie het meteen naar ons brengen? Ja. Ja. Hallo. Hoi. Oh, ja. Zo. Ja, heel goed. Heel goed. Oké. Ja, bedankt. Is het hem? Ja. Kennen jullie deze twee mensen misschien? Ja, dat zijn ze. Dat zijn ze? Ja. Zeker? Ja, wel zeker. Wat dachten jullie nou? Dat jullie onze slim af konden zijn? Jongen, jongen. Geef die tas maar aan mij. Loop door. Goed. Simpel. Jullie kunnen gaan. Ja. En jullie zeggen maar één ding tegen je ouders. Of als de politie hier maar één keer lucht van krijgt. Weet je het te vinden? Ja. En op zout. Dank. Fijne dag.
Goedemiddag, ik heb een afspraak met de commissaris Rexton. Ja. Oké, okay. Het gaat over de zakgeld, denk ik. Ja. Ja. Ik zal hem er even bij halen, moment. Dank u wel. Zo, daar zijn jullie dan, heren. Ik heb met jullie ouders gesproken en ik begreep dat jullie een zak met geld hebben gevonden. Ja, meneer. En die hebben jullie niet ingeleverd bij de politie? Nee, meneer. Weet u hoe wij dat noemen? Dat noemen wij heling. En het is een zware misdrijf. Daar is gewoon consequenties aan verbonden. En alsof dat allemaal niet genoeg is, komen jullie ook nog eens in contact met hele zware criminelen. Geen slimme actie. Weten jullie wel hoe gevaarlijk dat is? Ja, meneer. Dat dat nog goed is afgelopen. En dan komt er nog eens bij dat de eigenaar van het geld hier binnen zit. Die is aangifte komen doen. Ik zal hem maar even bijhalen en zeggen dat jullie er zijn. Ik heb hier twee heren voor je. Dat zijn de spullen. Dat zijn de mannen die geshopt hebben met mijn geld. Ze vragen, heren. Dat heeft volgens mij de commissaris al uitgelegd, als ik het een beetje goed hoorde. Dat is niet hoe het hoort. Gelukkig hebben jullie ouders jullie wel uitgelegd hoe het wel hoort. Dat zullen ze vast al eerder gedaan hebben, maar nu nog een keer. Ik ben wel heel blij dat jullie teruggebracht hebben. Dat moet ook voor jullie een goed gevoel geven, denk ik. Dat ik toch een beetje probeerde de pijn te verzachten. Commissaris, wat gebeurt er als ik de aangifte intrek? Krijgen ze dan nog steeds straf? Worden ze veroordeeld? Ja, geen aangifte, geen aanklacht. Dus dan wordt het gewoon geseponeerd. Dan heb je geen probleem. Dan heb je alleen een grote les. Dan wil ik hier bij mijn aangifte intrekken. Dan heb ik nog een kleine verrassing voor jullie. Ik heb begrepen wat jullie gekocht hebben en voor welk bedrag. Ik ga dat aan een goed doel geven. Schenken. Als ik jullie laat houden, dan vind ik dat niet kloppen. Maar ik ga wel, het overleg met de commissaris, met de collega, dat jullie ouders gegevens aan mij geven. En dan zorg ik dat er op de bankrekening van jullie of jullie ouders allebei een leuke som geld gestort wordt. Kunnen jullie gebruiken voor je studie. Misschien een heel klein beetje voor zakgeld. Dan hoop ik dat jullie snappen dat als je goede dingen doet, dat je altijd wel beloond wordt. Niet altijd met geld, soms met een goed gevoel. Soms weet niemand het. Dit is heel goed gedaan. Ik ben heel blij dat het zo opgelost is. Bedankt. Ja. Kom er weer mooi vanaf. Ja. We regelen dit achter wel even. Ja. Jongens. Boksen. Zakgeld. Nieuwe schoenen, nieuwe taas, nieuwe broeken, nieuwe jas. Als ik later groot ben, word ik de coolste van de klas. En dan komt het wel van pas, maar voor nu heb ik nog zakgeld. Veel geld op mijn pas en ik wil een zakgeld. Nieuwe schoenen, nieuwe taas, nieuwe broeken, nieuwe jas. Als ik later groot ben, word ik de coolste van de klas. En dan komt het wel van pas, maar voor nu heb ik nog zakgeld. Veel geld op mijn pas en ik wil een zakgeld. Twee jongetjes vinden een zak met geld. De een wil het niet houden, maar de ander wel. Die ene zegt nog, hey, mag dit wel? Wat je vindt, mag je houden, dus pak het snel. Dus ze pakken het en ze rennen, maar die een blijft vragen stellen. Moeten we dit naar de politie brengen en onze ouders gaan vertellen? Waarop die ander reageert, de loterij is toch ook geluk? Misschien was dit van niemand, dat is ook mogelijk. Maar wat gaan we hiermee doen dan? Nou, ik heb een goed plan. Laten we kleding scoren en dat alles zonder doel, man. Wat wou je vroeger worden? Rijk? Want dat is ons nu gelukt, met een beetje geluk.
op naar de stad, want ik moet nog nieuwe sneakers. Voor ons overwinningsdansje, ook nog nieuwe speakers. We hebben 4 ton, waarom zou je geld verdienen? Pak die tas en we gaan lekker genieten. Nieuwe schoenen, nieuwe tas, nieuwe broeken, nieuwe jas. Als ik later groot ben, word ik de coolste van de klas. En dan komt het wel van pas, maar voor nu heb ik nog zakgeld. Veel geld op mijn pas en ik wil een zakgeld. Nieuwe schoenen, nieuwe tas, nieuwe broeken, nieuwe jas. Als ik later groot ben, word ik de coolste van de klas. En dan komt het wel van pas, maar voor nu heb ik nog zakgeld. Veel geld op mijn pas en ik wil een zakgeld. Bij de nieuwe schoenen, jep, en alles lijkt goed te gaan. Bling bling, tot het punt zo opeens 2 proeven ze staan. Want ze weten wie het geld heeft gekregen, ha. Huh? Dit zijn echt geen grappen, dit zijn echte criminelen, huh? Ze willen hun geld nu terug, maar ze hebben het verstopt. In het bos, ze zijn de klos, dus ze zeggen hey, kom op. Ja, ze brengen ze naar de plek, met z'n tweeën een gesprek. Terwijl ze aan het praten zijn, denken ze wij zijn echt niet gek. Nee, dus ze bedenken een list en ze vertellen waar het ligt. Eén boef die gaat zoeken, dus nu zijn ze opgesplitst. Ja, ze trappen de ene, die gaat neer tussen de bomen. En ze kijken niet om, ze zetten het op een lopen. Ja, thuis aangekomen, ja, vertellen ze het aan hun ouders. Mama, de boeven worden opgepakt en alles wordt het oude. Als de moeder vraagt, wat heb jij geleerd? Mijn zoon mag zegt, niet. Top is geweldig en dat misdaad niet lang. Nee!